Het seizoen begon nog aardig voor Jong PSV met 5 punten uit 3 wedstrijden. Maar daarna ging het mis. Er werd verloren van de Graafschap, 3-0. Verloren van FC Dordrecht, 2-0. Verloren van Jong Ajax, 2-4. En verloren van Willem II, 2-0. In die laatste wedstrijd kreeg verdediger Zanka in blessuretijd na een slaande beweging rood. En de Willem II-fans moesten tegengehouden worden toen Zanka naar de PSV-bus liep. Het zijn allemaal aanpassingsproblemen van een jonge groep voetballers die niet goed beseffen wat ze nu zijn, weet Michael Verkoelen, die meetraint bij Jong PSV. Ja, je bent nu een prof. Simpel. Je speelt betaald voetbal, dus je bent prof. Dus moet je als een prof gedragen. Maar ik denk dat iedereen wel weet hoe dat moet en wat ze daarvoor moeten doen. Maar bij Jong PSV snappen ze dat nog niet allemaal. Gisteren kreeg spits Geraldo Antonio van zijn eigen club de rode kaart. Hij is vanwege misdragingen op non-actief gezet door de clubleiding die de teugels aantrekt en de spelers verwijt dat ze te veel teren op alleen talent. En ze kunnen allemaal heel goed voetballen, alleen nu komt erbij kijken dat je een keer een slimme overtreding moet maken, een keer een gele kaart moet pakken, ook een keer een flikker moet zijn in het veld. Dat moet je leren, daar zitten bij. Sommigen zitten daarin en bij sommigen zitten daar niet in en die moeten daar leren. Dat is wat ik zei, iedereen moet stappen maken. Dus. Kortom, Jong PSV zit in een leerproces en er valt nog genoeg te leren.